De ouders bemoeien zich niet erg met hun dochters, die een onzedelijk leven leiden. Dit is zomaar een passage uit 23 meter politiearchief uit de periode 1940-1945. De dossiers zijn voor het eerst toegankelijk en geven een interessant inkijkje in het dagelijks leven tijdens de oorlog. Nou, dit zijn de dag- en nachtrapporten van 1941 en daar komt van alles in voor. En hier komt bijvoorbeeld een verhaal van een stel minderjarige meisjes die ze gevonden hebben in een stal op de Korte Mare, waar ze het erg gezellig hadden met een stel Duitsers. En die meisjes worden opgepakt en naar Noordwijk gebracht, want daar kwamen ze vandaan. En ze moeten ook nog gecontroleerd worden op geslachtsziekte. Dus het hele leven komt voorbij, zeg maar. En Erfgoed Leiden wil dat leven ook graag digitaal maken, zodat duidelijk wordt wat zich van uur tot uur afspeelde tijdens de oorlog. Een klein leger vrijwilligers is bereid dit allemaal uit te pluizen. Ja, het grappige is, mensen vinden dit leuk, want je gaat echt zelf van uur tot uur die oorlog volgen. En dat, ja, zeker in deze coronatijden, waarin je nou niet echt veel uitgaansgelegenheden hebt, is het een leuke hobby. Nou ja, wat ik er leuk aan vind is omdat het allemaal heel erg dichtbij is. We wonen hier midden in de stad in het centrum van Leiden. En het speelt zich allemaal hier in de omgeving af eigenlijk. En het politiebureau zit hier op misschien 150 meter verderop. En het is dus wel heel erg tastbaar wat er allemaal gebeurd is en waar het gebeurd is. En dat vind ik heel interessant. Ik heb hier bijvoorbeeld een Teunis de Rode, wonende op de Lindenstraat. Ja. Is dit populair, dat gewoon burgers dit soort werk doen? Nou ja, ik heb begrepen wel. Voor mij is het de eerste keer. Ik begrijp dat er hier, wat je zegt, tientallen mensen, misschien wel 100 aan meedoen. Dus het zal zeker populair zijn en misschien ook wel in deze tijd. En al die vrijwilligers verzetten bergen werk, want inmiddels is 1942 al in zicht.